zojuist de melding ontvangen dat er een bedreiging heeft plaatsgevonden. Daarbij is er een vuurwapen gezien. En collega's hebben nu zicht op een mogelijke dader. En even kijken of we op de plaats kunnen tekenen. Aangezien er sprake is van een vuurwapen, of mogelijke vuurwapen, moeten wij altijd eventjes een vest aan. Dus we hebben standaard het reguliere steekvest aan. Die houdt een klein kaliber tegen messen. En nu draag ik ook het zwarte tactische vest, zoals we dat noemen. Dat is dan ook voor zwaarder kaliber, of daar uiteraard procedures. Plaats lijkt alles rustig. Ze hebben het vermoedelijke dader hebben ze al. We gaan nu even kijken dat de aangever wel de juiste persoon heeft aangewezen. Moet er iets gebeuren? Wij moeten de auto helemaal op de kop zetten. Oké. Okay. Het is wel de juiste auto in ieder geval. Ja. Oké. Bloeien. Papa zit er mooi en hier liggen nog wat medicijnen. Ik zit aan de bloedverdummers en aan de oorschot. Oh, serieus? Oh. Dat is al vervelend zat. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Misschien hebben we een vergissing of zo. Ja. Dus ik hoop het voor je inderdaad. Ja. Nou ja, het blijkt dus wel te kloppen. Maar ja, ik heb in ieder geval niemand bedreigd met een vuurwapen of met een ander wapen. Oké. Okay. De auto mag worden gecontroleerd. Ja, want als ik iets vind, dan ben ik aan de beurt. Ja, dus dan weet je het niet. Mooi, maar wel mooi mogelijk. Even kijken. Ik zoek echt van meer. Ik meen het serieus, ik zoek echt van meer. Heel even schilderen, kijk even. En ik kijk wel eens bij de foto's. Terugblik op de melding. Het was zo dat collega's die bezig waren met verkeerscontrole eigenlijk aan werden gesproken door een man dat hij zojuist was bedreigd met een vuurwapen. Daarbij werd een signalement gegeven en ook nog een omschrijving van een voertuig. Nou, die wordt vervolgens ook aangetroffen. De collega's staan dan met de hand op het vuurwapen, omdat er toch sprake is geweest van mogelijk van een vuurwapen. Nu blijkt dat de bedreiging alleen woordelijk was gedaan en dat was door niemand een wapen daadwerkelijk gezien. Dus dan is het aan ons om snel mogelijk weer af te schalen. Ja, wat je misschien wel hebt kunnen zien is dat er heel veel mensen op straat gelijk komen staan en ook mee willen genieten van het spektakel. Ja, houd er wel rekening mee, mocht er wel worden geschoten, dat je daar uiteraard niet veilig staat. En dat is ook echt niet goed aan te raden om voor de fun maar even een beetje mee te kijken. Wij staan naar ons werk te doen en de aandacht moet eigenlijk uitgaan natuurlijk naar het gevaar of naar de verdachte. Dus als jullie daar aan mee willen werken, zou ontzettend fijn zijn. Nou, voor nu lijkt het een storm in een glas water. We hebben ruzie gehad dus onderling en daar is bij gebleven. De bedreigingen waren daarbij ook over en weer. Dus ze hebben besloten om ook beide geen aangifte te doen.